opgelet aan. Op de gang. En actie. Nee, dat is ook zo. Dat is ook hartstikke ingewikkeld. Maar daarom moet je meteen, en dat is natuurlijk zeker met hypnose zien, je moet de hele tijd schakelen. Dus als jij denkt, oh ja, maar nu zal ze wel weer dichtbij komen, het komt niet dichterbij. Ja, dan moet jij dus echt iets anders geven. Wat ik eigenlijk als regisseur doe, is het altijd een beetje overdrijven. Waardoor zij denken en naar mij kijken van, nou, die is echt koekoek, die is gewoon gek. Maar daardoor durven ze wel meer. Dus het is voor mij als regisseur heel leuk om te stimuleren en om ze te enthousiasmeren, zodat ze nog een stapje verder gaan. Dat vind ik eigenlijk het leuke van dit werk. Ik vind iedere opnamedag echt leuk. Ik heb er altijd zin in. En het zijn wel zware dagen, maar als het goed gaat, en meestal gaat het goed, dan krijg ik er heel veel energie van en is het enig om te doen. Jongens, stil op de set! Komt ie! Jongens, zit er best wel mee. Het is niet fijn. Ja, maar ik vind het ook heel niet fijn dat je opeens meer aandacht geeft van je verleden. Mijn personage is echt een zeur. En mijn moeial. En heel heftig soms. Ja. En Anouk lijkt wel op mij, maar dan keer 10, zeg maar. Ben jij wel eens uitgelachen omdat je hem mag schilderen? Nou, voornamelijk uitgejoeld. Zo van, ja, waar is Anouk dan? Waar is Anouk dan? Hé, hey, hoezo ben je alleen dan? En waar is ze dan? Ik vind haar kapot knap. En dan was ik van, wow, wacht even. Dat is van mij, hè? Ik speel Bart van Morsel. Dat is een wat oudere leraar aardrijkskunde die het best zwaar begint te vinden op school. Van Morsel is wel een aparte kerel natuurlijk. Hij is best wel snel gestrest en daar word ik inderdaad wel eens op aangesproken. Van, hé, joh, stress, kip, weet je wel. Het allerleukste aan de rol van Mats is eigenlijk dat hij heel erg positief is altijd. Heel het goede in mensen ziet en zo. En ook heel dicht bij zichzelf blijft. Hij laat zich niet snel gek maken, zeg maar. De meeste dingen snap ik niet en de rest begrijp ik niks van. Want de meeste dingen snap ik niet en de rest begrijp ik niks van. Huh? Een opnamedag ziet er als volgt uit eigenlijk. Bij mij gaat de wekker altijd heel vroeg, want ik kom van heel ver. Ik woon niet in de buurt, dus ik moet een stukje rijden. Dus opstaan, ontbijtje, in de auto stappen. Probeer dan in de auto nog wat te memoriseren van mijn tekst. Kom ik hier en dan heb ik met de productie, lopen wij altijd een rondje. Dan nemen we vaak dingen nog even door. Van, denken jullie hier aan, props die nodig zijn. En dan hebben we 5 scènes, want elke aflevering bestaat uit 5 scènes. Dan hebben we pauze. En dan een heerlijke lunch hier. Ja. Ha, die broodjes. En dan nemen we 's middags hetzelfde, of gaat het eigenlijk hetzelfde, maar nemen we het tweede verhaal op. Ja. Weer met een keer zeggen. En dan hebben we de vaste testimonials. Dus testimonials zijn een soort interviewstijl dingetjes. Dus eigenlijk een testimonial zou zijn dat ik zo naast de camera aan het praten ben. Maar dan dat de camera stilstaat. En die filmen we dan altijd in hetzelfde klaslokaal. En die filmen we dan aan het eind van de dag. En helemaal aan het eind van de dag zijn er warme snacks. Dus dan hebben we iets te eten. Ja, kijk, dat is wel een dingetje hier hoor. En dan ga je naar huis en dan kom je om 8 uur kom je weer thuis. En dan ben je moe. Maar wel voldaan. Haar naam wordt daar. We moeten die naam veranderen, jongens. Want ik ga niet. Het leuke is, de serie dit jaar is gewoon net iets brutaler. Vorig jaar waren we allemaal toch wel hele beleefde Atheneum-kindjes. Tegenwoordig zijn ze allemaal. Nou, bitches, hè? Ja. Moet gebeuren, hè? Nou, jullie zijn een hele voorbeeldige klas. Prima, maar. Nu even niet. Maar nu even niet, inderdaad. Toen ik. In een promo, dus dat wil zeggen dat het een stukje was, een soort reclametje voor de echte aflevering. Dat werd verteld dat ik homo was, maar dat was eigenlijk niet zo. Maar dat alleen dat stukje werd laten zien, ja, er waren toch wel wat mensen die daar op reageerden, ja. Sorry, dat wordt wel anders. Ik snapte het al. Laatste de deur niet dicht. Wat was het net ging? Gewoon heb je reuring, dan loop jij. Weet je spin naar rechts staan? Ja. Kijk, wij zijn als acteurs natuurlijk gewend om steeds een andere pet op te zetten. Om iemand in jouw huid te laten kruipen. Dus we hebben toch een beetje een chameleon
instinct in ons. Goedemiddag, Molui. Ga lekker zitten. We gaan beginnen met de les. Van Goos ook zitten. Jij bent de beurt zo. En Ax. Zou jij jouw moeder willen vragen, Kim? Ja, ze is wel vaak weg. Oké, is goed. In principe goed. Maar we doen hem nog een keertje. Als kinderen of docenten zich niet goed voorbereiden, dan kan ik heel erg boos worden. Dat gebeurt gelukkig niet vaak, maar het is wel eens een paar keer gebeurd dat ik dacht, jongens, kom op, hoe kan het nou dat je dit niet hebt voorbereid, dat je niet weet waar deze scène over gaat? Hé, hey, jongens, hou eens op! Ze diep een interview met mij! Kijk, jij niet aan, hoor. Dat is toch ook zo onaardig, Guido, dat kan toch niet? Ik denk dat iedereen wel eens opkijkt tegen een opnamedag. Soms dan heb je er even geen zin in, heb je even geen energie. Je kan niet voetballen, je kan niet met vrienden afspreken in het weekend. Je kan niet, als je wat ouder wordt, uitgaan. Je hebt wel zin in de opnames, maar het is meer van, je moet dingen opgeven daarvoor. Dat is af en toe wel lastig. Als je dan met personages een hele dramatische aflevering had en je kende ze niet, dan was het niet dat je er tegen opkeek, maar dan op het moment zelf dat je echt wel eventjes van, oké, nou. Hoe gaan we dit werken? Ja, dat zeg maar. Maar dan is het de kunst en dat vind ik ook leuk om de uitdaging erin te zien. Dat je dan juist gaat proberen om kracht te vinden in het script, in de mensen die er zijn, in de energie die er is. We zijn met de leerlingen, met de collega's. We hebben heel veel plezier en tegelijkertijd werken we ook hartstikke hard. Je krijgt er ook wel heel veel energie van hoor. Dus het is eigenlijk allemaal wel hartstikke leuk. Maar ik ben eigenlijk best wel moe, het is pas 9:30. Jezus, wie is hier nou een zeur? Ik ben wel iets geks vertellen, ruikt hij altijd naar koekjes. Ja! Er is hier namelijk een fabriek van een koekjesmerk. De hele schoolplein ruikt dus altijd naar die koekjes. Ja. Dus dat is trouwens heel gek, vind ik. En het is echt een beetje van hier. Zo. Ja, en vertel even over de kippen. Oh, we hebben hier kippen, die kan je oppakken. Niek doet dat altijd en het is heel vies, vind ik. En dan smeert hij het altijd af aan mij. Als je je vastpakt, dat ze heel erg bang worden dat ze altijd poepjes loslaten. Dus je moet je dat het... Oh, echt? Ja. Wat ook wel leuk is, wij hebben altijd als we hier 's ochtends binnenkomen een ritueel en dat is chocomel drinken. Maar er zijn eigenlijk nooit onderwerpen waarvan ik denk, dat is nou een raar onderwerp of daar kan ik helemaal niks mee. Ik ben eerder geneigd als het echt om toch wel wat maatschappelijke onderwerpen gaat, om daar heel veel aandacht aan te besteden. Omdat ik vind dat dat goed is om dat duidelijk neer te zetten en dat de kijkers daar ook echt iets van leren. Het is altijd gek, maar dat is leuk en dat hoort er zo bij. We hebben allemaal gekke regisseurs, een beetje... Daardoor is het een beetje gek allemaal, waardoor je wel de expressieve vrijheid krijgt om kunst te maken. Ik denk niet dat je te lang moet doorgaan. Hè? Als het op een bepaald moment klaar is, is het klaar. Ja, blijf je het als acteur leuk vinden? Ik kan dat moeilijk voorspellen. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En time will tell hoe het verder gaat. Dat is echt wat ik mezelf heel vaak afvraag. Doe ik dit nog over 5 jaar? Over 5 seizoenen ben ik 57 jaar. Ik vind dat ik nu al als een kip zonder kop achter die kids aanren. Wat ik buitengewoon geestig vind en heel leuk vind om te doen. Maar of ik diezelfde energie nog heb, die ik nu nog wel heb. Of ik die nog heb als ik 57 ben. Ik zou het niet weten. Maar ik moet je wel zeggen, ik vind dit wel echt het leukste om te doen. Er staat daar een merci op tafel voor mij, Niek. Mogen we pakken om jullie allemaal eventjes te bedanken. Hoor. Zo aardig. Doe ze wie weten tot ooit. Thanks. Als je Mickey. Ik ben blij dat ik met je naar een thema heb gemogen. Ja, dat was heel leuk. Vond heel leuk, hè? Ja. Toch? Ja, zeker. Dat was leuk, ja. Hard gewerkt, maar ook plezier gehad, toch? Zeker. Ja. Het was een mooi trip.